en motivatie van het gedenken van de Yom HaShoah. Op 12 april 1951 besloot het Israëlische parlement, de Knesset, om jaarlijks op 27 Nisan de 6 miljoen slachtoffers te gedenken die de Tweede Wereldoorlog onder de Joden gemaakt had. De 27e Nisan is een Joods jaartal en een datum waarop in 1943 het ghetto van Warschau werd uitgeroeid. Buiten Israël namen de Joden het initiatief van die aparte gedenkdag slechts geleidelijk af. In de meeste Europese landen waren zij gewend zich aan te sluiten bij de nationale gedenkdagen, waarin de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog mede werden herdacht, zoals ook in ons eigen land. Het gedenken van de Shoah door christenen is nog een heel gevoelige geschiedenis. Hans Jansen bepleitte in zijn boek Christelijke Theologie na Auschwitz dat de kerken Yom HaShoah in de liturgische kalender zouden opnemen. Het was rabbijn Soetendorp die in 1983 daarvoor een voor christenen overtuigend motief aanreikte. Het gevoel van schuld, zei hij, moet versterkt worden in de richting van bewustzijn van verantwoordelijkheid. Ons gedenken heeft een positief doel. De toekomst bewaren voor het onheil dat behalve Joden ook anderen zouden kunnen treffen. Wanneer wij nu uit zelfbehoud zouden nalaten alle vormen van discriminerend gedrag te bestrijden. In Coevorden gedenken wij nu voor de vijfde keer de dag der vernietiging. Neutraliteit kent geen bestaansrecht. God laat ons voor een keuze staan tussen goed en kwaad, tussen paradijs en wildernis, tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Wie geen goed doet en ook geen kwaad, heeft toegekeken hoe het kwaad zijn gang kon gaan. Vanavond gedenken wij de slachtoffers die aan onze neutraliteit ten onder zijn gegaan. De overgrote meerderheid keek toe, zonder tegengeluid, en gaven daarmee de tirannie een ruime baan. Moeilijkheden en terreur worden toegestaan, zodat je zelf zult weten wat er in je hart is. Opdat wat je ook doet of nalaat te doen, er altijd een keuze is waarvoor verantwoording moet worden afgelegd. Wij gedenken om niet te vergeten, om te bezinnen,
om vergeving te vragen en om vergeving te ontvangen. Om wijzer de toekomst in te gaan. Om niet alleen iets aan te horen, maar in actie komend goede keuzes te maken voor het leven zoals God het bedoeld heeft.